Nou, de brug gaat open. Ja, nou, spannend. We gaan het zien. Ja? Bij de Zijlpoort in Leiden meerde maandagmiddag twee historische reddingboten aan. De Doris Rijkers en de Zeemanspot kwamen naar de sleutelstad om aandacht te vragen voor kapitein Abraham Filippo. Een Leidse verzetsheld waar slechts weinigen het verhaal van kennen. Deze Leienaar staat mede aan de basis van wat uiteindelijk uitgroeit tot het bankier en financier van het verzet. Maar niemand kent het. En hoe komt dat dan dat wij hem niet kennen? Nou, dat heeft eigenlijk mee te maken dat het verhaal van de financiering van het verzet sowieso al eigenlijk altijd een beetje op de achtergrond is gebleven. In de film Bankier van het Verzet, daar aan het eind, dan Jacob Derwig, die daar in de rol van Gijs van Hals speelt, die vertelt dan aan de financiële autoriteiten hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan. En dan is hij klaar en dan loopt hij, wil hij de zaal uitlopen en dan loopt nog een van die bankmensen achteraan en die tikt hem op de schouder. Meneer van Hal, u begrijpt toch wel dat we daar niet al te veel over kwijt moeten. De oude reddingboten zijn niet alleen om naar te kijken. In tijden van nood worden ze nog altijd ingezet. Er zijn bepaalde stations in Nederland, maar als het een keer gaat vriezen, dan vriezen die haans daar dicht. En dan kunnen ze met die tegenwoordige reddingboten niet meer door het ijs heen. Dus dan worden deze schepen uitgeleend aan die stations. Dus ze zijn in principe nog actief in de winterperiode.